Jan, nou heb ik al een paar keer gezien dat je juist bij die bladzijde even stilstaat. Wat is daarmee aan de hand? Ja, dit is de Bonsjes Stichting. Bonsjes zal niet iedereen iets zeggen. Dat is een meneer die in 1600 zoveel geleefd heeft. Maar het is de naam van de stichting waar dokter Dijkstra geld inzamelt voor een heel goed doel. De ziekte die ik heb, botsarcoom, ander woord voor botkanker, komt heel veel voor bij jongvolwassenen. Mensen tussen 15 en 25 jaar. En daar wordt heel veel onderzoek gedaan. In eerste instantie was het natuurlijk op gericht om mensen beter te maken. Toen om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. En nu is alles erop gericht om mensen een menswaardig bestaan na de behandeling te geven. Voor mensen die geïnteresseerd zijn, als je kijkt op www.botsarcoom.nl, daar staat een filmpje over Merel, die dezelfde ziekte heeft als ik. En ja, je moet zelf maar even kijken op in het filmpje, daar wordt heel leuk, heel mooi uitgelegd van wat er aan de hand is, hoe het verloop van Merel is gegaan en waarvoor wij geld inzamelen voor de Bonsjes Stichting.